We zijn op de verkiezingsavond van de VVD. En we zien groeiende verbijstering op de gezichten. Dit zal een historische avond blijken. 16,1%. En dat betekent dus dat Forum meer stemmen heeft gekregen dan de VVD. Alweer is er voor Mark Rutte een nieuwe politieke werkelijkheid. Zijn kabinet is de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Maar de VVD is ook niet meer de grootste. Baudets Forum voor Democratie deelt een oorverdovende dreun uit. Het worden lastige tijden. Dat betekent dus dat we wel aan de slag moeten. Dat we zullen moeten werken, ook de komende tijd, om ervoor te zorgen dat we in de Eerste Kamer tot meerderheden komen. Is dat voor hem een uitdaging of zoiets als een sombere wolk? Nee, dat vindt hij wel een uitdaging. En Rutte is natuurlijk wel het vlees geworden compromis. Nederlands politiek is een wereld van minderheden die aan elkaar geplakt moet worden. En op de een of andere manier presteert Rutte dan in zo'n kluwe van vechtende mensen zonder krassen, schaven, blauwe plekken weer naar buiten te lopen. Maar gaat dat weer lukken? Even voor de verkiezingen had Rutte zijn grote klimaatdraai gemaakt. Het kabinet stemde in met CO2-heffingen voor industrie en bedrijfsleven. Een poging om links, GroenLinks vooral, te paaien. In de afgelopen maanden hoorde ik al in december dat ze met elkaar waren gaan lunchen. Klaver en Rutte. Klaver en Rutte. En het is typisch Rutte. De stad en het platteland, hoog en laag opgeleid. Ik ben altijd verwonderd over de snelheid waarmee hij dan vervolgens een standpunt inneemt. Dat hij op dag 1 zegt, ja nee, dit kan beslist niet, we vinden A. En op dag 2 vindt hij plotseling B. En hij kan het met evenveel overtuigingskracht zeggen en verdedigen, alsof hij nooit anders heeft gedacht en gezegd en gevonden. En dat is buitengewoon wonderlijk. En iedereen is daar verbaasd over, behalve hij. Is Rutte weer in staat om links en rechts te gaan lijmen? Werkt zijn methode nog? Wat drijft hem? Hoe zag zijn jeugd eruit? En hoe groot is zijn uithoudingsvermogen nog? Wie is hij? Brugklas. Dit is het jongetje. Tweede klas. Derde klas. Dit is het aanstormend talent. De jaren 70 waren inderdaad de jaren van Hans Wiegel, denk ik. Maar in de volle overtuiging. Dat Nederland. Dit is emotie. De minister van Buitenlandse Zaken verdient. En dit is de man in het torentje. Door andere ogen is dit Mark Rutte. Omgeving Binnenhof 2017. Mark Rutte loopt er toevallig wat scholieren tegen het lijf. Geef je moeder maar even. Wie is dit? Geef je moeder maar even. Ja, dat is typisch Rutte. Gewoon meteen alles omdraaien en iedereen alle wind uit de zeilen nemen. Ja, dat vindt hij natuurlijk mooi. Dan gaat die mami even gek maken. Ah, voor Casey. Dit is Mark Rutte. En uw zoon vraagt om iets langer te mogen blijven. Hij is hier in goede handen. We maken even... Ja, zegt haar nu als moeder maar nee tegen. Ik heb hem nog nooit langer dan luttere seconden zonder zijn Nokia-telefoon gezien. Hij weet bij mensen op de een of andere manier de indruk te wekken dat het bijzonder is dat je zijn nummer hebt. Terwijl een van de eigenaardige aspecten van zijn premierschap is dat iedereen zijn nummer heeft. Ik geef je weer terug aan je zo. Belt hij snel terug? SMS hij snel terug? Onmiddellijk, altijd. Het is volkomen onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Je had laatst een interview met Paul Roosemuller. Die komt in de Eerste Kamer van GroenLinks. En die zei, ja, kijk, ik heb het nummer van het 06 van Rutte. En hij appt sneller terug naar mijn kinderen. Nou, dat is geen unieke ervaring. Ja, hij vertelt dus ook heel trots een keer dat hij van al die iPhones en alle soorten telefoons weet waar die selfie-knop zit. Hier een foto! Het heeft in zekere zin ook iets ondoorgrondelijks. Want, kijk, we kennen allemaal telefonisch contact. Dan leg je niks vast, hè? Ja, dus alles wat je bespreekt is daarna weg. Waarom zouden wij met een voorstel moeten komen? Wat een mooie avond. In Haagse inner circles heeft hij vele bijnamen. Theeval-premier, man van elastiek. Maar misschien is wel de meest treffende de Houdini van Den Haag. Na die Amerikaanse goochelaar en boeienkoning die uit de meest onmogelijke situaties een uitweg wist te vinden. We praten over Rutte met Tom-Jan Meijers, politiek columnist van NRC Handelsblad. Je hebt ook wel aanwijzingen dat hij de verslaafd aan is, hè? Dus dat hij eigenlijk niet zonder kan. Je hebt mensen in zijn omgeving die zich afvragen, wat moet die man als hij geen premier meer is?
Met Sheila Sitalsing, die een biografie over hem schreef. Gebaseerd op tientallen gesprekken met mensen uit zijn omgeving. Hij is een machtspoliticus en hij is toch ook iemand die al heel lang in staat is geweest om dat premierschap vast te houden. Dat doe je echt niet alleen maar door aardig te zijn en vriendelijk te zijn, maar ook op het juiste moment te weten van, ik moet even één stap achteruit doen, want nu komen de bloedspatten of de modderspatten. Hij krijgt nooit spatten op zijn jasje. We ontmoeten Ton Elias, ooit een Haags tv-journalist en tot voor kort Kamerlid van de VVD, vriend van Rutte. Hij kan het met iedereen vinden. En tegelijkertijd is hij spijkerhard. Hij kan spijkerhard zijn. En met Jort Kelder, die deel uitmaakt van het vriendengroepje waarmee Mark Rutte nu al vele, vele jaren op wintersport gaat. Hij is een Haags jongetje. Altijd vrolijk, positief, energiek. Maar ook, denk ik, tikje melancholiek, eenzaam. Hij heeft een heel raar vak, wat je toch alleen moet verwerken. Wat hij met niemand kan delen. Hij woont 2 hoog achter, ja, dan kom je alleen thuis van een topconferentie en dan ben je gewoon alleen. Het zat er allemaal al heel jong in. Dit is Mark Rutte als welbespraakt voorzitter van de liberale jongeren, de JOVD. Hij pleit ervoor dat in het geval van draagmoederschap de draagmoeder een financiële vergoeding krijgt voor dochterskosten, eventuele medicamenten en gederfde inkomsten. Niks verandert, hè? Die scheiding ligt nog steeds op dezelfde plek. Ja, je begint dus vreselijk hard te lachen zelf als je dit soort dingen terugziet. Maar wat ook meespeelt zijn de vraagstukken van dokterskosten, de vraagstukken van... Zijn wieg staat in Den Haag. Mark Rutte is het nakomertje in een gezin van 7 kinderen. Hij gaat naar school op het Maarland College. Een onderwijzer, ooit gevraagd naar het dossier Rutte, grijpt naar een maagdelijk mapje. In het archief heb ik zijn dossier gevonden. En dit is wat er overgebleven is van Mark Rutte. Het is het dufste dossier dat je je kunt voorstellen. Er staat niets in. Dit was de minister-president vroeger. Brugklas, tweede klas, derde klas. Gewoon een ontzettend braaf jongetje. Ja, heel zoet en braaf dus, hè? En zo zoet en braaf is hij niet, hoor, als het op aankomt. Wat staat er bij ijver? Zijn opvoeding is ongelooflijk bepalend voor alles. Hij praat met heel veel warmte over zijn vader, hè, als hij het over zijn vader heeft. Toch een hele lieve man noemt hij hem ook. De manier waarop dat gezin functioneerde en de normen en waarden in dat gezin, die zijn in zijn hart en in zijn hoofd gebeiteld. Hoe vaak ik hem niet heb horen zeggen van, je kijkt niet neer op de vuilnismannen, je kijkt niet op naar de professor. Dat vindt hij ook echt. En daar handelt hij ook naar. Zijn vader, Isaac Rutte, gaat al jong naar Nederlands-Indië. Daar had hij zijn gezin opgebouwd met zijn eerste vrouw. En we weten dat toen die Japanse bezetting kwam, of de oorlog in de Japanse bezetting, dat hij in Jappenkamp is geïnterneerd geweest. We weten dat zijn vrouw in een ander Jappenkamp geïnterneerd is geweest met die kinderen, kleine kinderen. Die vrouw daar ook is overleden onder barre omstandigheden. En die kinderen daar in hun eentje vervolgens, ja, moederziel alleen moet je dat geloof ik noemen, daar hebben gezeten. Hij, nadat hij later uit het kamp kwam, er pas achter kwam dat zijn vrouw was overleden, naar die kinderen moest gaan zoeken. Dus daar kun je bij voorstellen dat een buitengewoon zware en ingewikkelde en tekenende periode moet zijn geweest. En vervolgens hertrouwd met het zusje van zijn eerste vrouw. Teruggekeerd naar Nederland ook. In die jaren dat al die Indiëgangers terugkwamen. Koele ontvangst hier. Ze hadden weinig, toch berooid. Weer opnieuw moeten beginnen in een toch vreemd land. Dat is een man die heel veel tegenslagen heeft gehad in zijn leven. Heel zwaar leven heeft gehad. Verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. Toch weer met een tweede gezin opnieuw is begonnen hier in Nederland. En een zoon voort heeft gebracht als Mark Rutte, de allerjongste. Die toch met zo'n blijmoedigheid in het leven staat. Dat je denkt, die mensen hebben dat wel goed gedaan dan. Dat was altijd een onderwerp. Als hij verhalen vertelde, prachtige anekdotes, dingen die hij had meegemaakt, dan ging het altijd over de positieve dingen. En als ik probeerde hieraan te raken, dan... Nee, maar niet over hebben. Dit heeft hij zelf ook wel een beetje, hoor.
Dus altijd op dat positieve blijven. Is Rutte de positivist die wij zien? Ja, ik ken niet anders dan dat. Maar er zit ook een beschermingsmechanisme in. Mag ik even een foto maken? Ja, natuurlijk. Doe even hier voor de deur. Ja, ik maak maar eentje, want ik moet naar binnen, anders ben ik te laat. Sorry. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Het is zijn handelsmerk geworden, vrolijkheid. Emoties tonen is er amper bij. Als zijn politieke vriend Halbe Zijlstra sneuvelt, zien we heel even een andere kant. Een minister van Buitenlandse Zaken verdient... excuus. Maar zo hebben we Rutte eigenlijk amper ooit gezien. Nee, maar dat houdt hij ook weg. Hij zegt bij de deur van het Kamerrestaurant... ik ga nu naar binnen, anders word ik emotioneel. Het is gewoon een geweldige vent. Ja, echt, ik word hier emotioneel over, dus we stoppen nu. We zien elkaar na afloop. Kan de deur open? Ja. En dan gaat gauw die deur dicht. En dat is heel typerend. Dat is een heel typerend moment. Zijn hang naar soberheid, van huis uit meegekregen, zal hem nooit verlaten. Minstens opvallend, een VVD-partijleider die bestraffend spreekt over poenerigheid. Beste mensen, waar we ons denk ik het meest aan ergeren, zijn al die gevallen van hufterigheid, van egoïsme. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. Dit komt echt uit zijn tenen. En ik weet ook dat dit bij de VVD helemaal niet zo goed valt. Mark is wel een VVD'er en liberaal, maar hij is geen bal. Ik bedoel, hij rijdt in een oude Saab. Hij loopt in oude kleren over het algemeen. Het doet hem gewoon niks. Hij heeft uitgerekend hoeveel dagen hij in het onderwijs les moet geven... om als alles fout gaat hier in Den Haag en hij staat op straat... toch het leven te kunnen leiden dat hij leidt. Hij is volstrekt onafhankelijk, woont in een heel klein flatje. Ben je er wel eens geweest? Ja. Maar dat was alleen maar omdat ik voorwende dat ik naar het toilet moest. Anders was hij laat aan niemand toe. Dus je hebt wel een blik opgevangen? Ja, ja. Het is een soort luxe studentenkamer. En ook heel keurig, netjes. Hij staat ook zelf te strijken en zijn schoenen te poetsen natuurlijk en dat soort dingen. Maar hij heeft geen pannen. Hij heeft geen pannen? Hij heeft geen pannen. Heb ik stiekem maar even snel gekeken. Hij heeft geen pannen. Hij kookt niet? Hij kookt niet. Hij kookt geen ei. Hij gaat elk jaar op wintersport? Met een paar vrienden? Ja. Zelfde plek, zelfde hotel. En nog steeds eist hij dat er een goedkoop hotel Garni, heet dat dan daar, heel armzalig. En dan ben ik wel de snop die dan als enige in een heel ander hotel in het dorp zit. Want dan kan ik... Die jongens gaan dan allemaal in een hotel zitten met zo'n wagenwiel aan de muur en zo. En... Ontvangst van president Macron, de man uit het Élysée in het Haagse torentje. Links, daar heb je de view. Dat is... Hier omheen zitten drie hele kleine restaurantjes die heel simpel en plezierig zijn. En daar is hij met respectievelijk Renzi, de baas van Italië, met Merkel, de baas van Duitsland, en met Macron, de baas van Frankrijk, naartoe gegaan. Hij gaat met Macron in een eenvoudig tentje? Ja, hier om de hoek. Reken maar dat er een hoop mensen, zeker in het begin, vanuit protocol hier in Nederland, hebben gezegd, joh, moet dat nou... Krijg je de president van Frankrijk op bezoek. Daar gaat toch niet mee lopen naar een bistro. Maar daar heeft hij dan volstrekt lak aan. Rutte is getrouwd met de politiek. Een verstandshuwelijk dat al op zijn 16e begint... als hij zich aansluit bij de JOVD, waarvan hij later voorzitter wordt. Boek zijn echt heel vertederd aan het luisteren. Hoe leidde hij dat clubje? Ja, nou ja, dat deed hij eigenlijk zoals hij dat nog steeds doet, het kabinet. Namelijk iedereen proberen de eenheid te proberen te bewaren. Hij liep met een hele dikke agenda waar allemaal briefjes in zaten... waar alle afspraken met iedereen als een soort wandelend dagboek... wat door het jaar heen helemaal opzwol. En bellen en doen en koffietjes met iedereen drinken om brandjes te blussen. Maar hij ging dus nooit rode lijnen trekken. Zo van, nee jongens, we moeten die kant op of jongens, we moeten die kant op. Nee, eigenlijk wat hij nog steeds doet. Koffie drinken met die, zeg maar de methode Rutte is praten met iedereen. Hij zegt altijd wat ik in de JOVD heb geleerd aan zeg maar mensenkennis. Hoe je conflicten oplost, hoe je mensen kunt leren lezen. Het is één en één, de politiek. Er is nooit iets veranderd. Ik sprak laatst de minister. Die zei, ja, kijk, toen ik daar de eerste week zat... viel mij heel erg op dat eigenlijk iedereen met zichzelf bezig was. Dus je komt in de treffenzaal en er staan dingen op de agenda. En we spreken. Maar de meeste mensen willen eigenlijk alleen spreken over hun eigen agenda... en hun eigen sores. En de enige, zei die minister,
die eigenlijk alleen maar zit te letten op alle aanwezigen en elke afwijking van lichaamstaal registreert, is Rutte. Zijn allerliefste wens voor dit land. Een eigen zaak en lekker weinig regels. Nee, van groots en meeslepend dromen kunnen we de eerste naoorlogse liberale premier niet beschuldigen. Ik herinner me dat u een column, kritische column over hem uitsprak in het Buitenhof, waar hij zelf bij zat. Ja. Ja, en het is heel grappig, want dat was, nou ja, weet je, niet heel aardig stukje. Maar dan gaat hij klappen en bravo en zo. Ja, een gaaf land. Ik geniet van de column. Ik ben een grote fan van haar. Dat zijn we allemaal. Ik kom er niet altijd goed uit. Meteen ontwapenen, hè? Meteen, dat doet hij ook met vervelende vragen. Als je hem dan een vraag stelt. Van, goh, meneer Rutte, het is toch wel heel erg dat dit en dit en dit in uw partij plaatsvindt. En dan zegt hij, ik zal het u sterker vertellen. Het is nog veel erger. Ik heb ook nog dit en dit en dit en dit. Dus hij ontwapent je eigenlijk meteen door je meteen zijn kamp in te trekken en je meteen de hemel in te gaan prijzen of op andere manier eigenlijk meteen aan jouw kant te gaan staan. Hij draait de rollen eigenlijk om. Doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet... Ja, jongen. Hij zal nooit iets heel wilds doen. Dat zit sowieso niet in hem. Maar dat is ook wel omdat hij zich toch altijd realiseert dat hij... Ja, hij vervult een ambt. Dus hij moet zich gedragen. Hij kan heel lomp zijn. Maar hij is wel zo slim dat hij dan altijd zegt van... Ik ga nu iets heel lomps zeggen. Maar vervolgens zegt hij iets dat heel erg lomp is. En op de een manier is het dan minder erg voor veel mensen. Hij is wendbaar, zowel sociaal als politiek. Als visie betekent een blauwdruk voor de toekomst. Als een visie betekent dat we tot in detail gaan voorschrijven hoe die toekomst eruit ziet, dan verzet als liberaal alles in mij zich daartegen. Ja, moeilijk grijpbare man ook wel, vind ik. Ja? Ja, ik vind het toch heel moeilijk om te zeggen wat is nou echt zijn kern? Van waaruit opereert hij nou? Vanuit welke ononderhandelbare waarden opereert hij? Hij maakt een draai in het klimaatdebat en het hardnekkige voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Hij laat het ineens schieten. Maandenlang gedoe. Eerst gewoon geharnast van mij ga je niet omver. En dan met de snelheid van het licht, dat op een gegeven moment ook gewoon in één keer door het vuur springen. Hè, niet kruipen, dat is vervelend. Beter springen. Die avond hadden we, mijn vrouw en ik hadden een etentje met hem. Die avond. Hij moet zwaar de pest in hebben gehad dan, toch? Nou, nee dus. Dat is dan alweer verwerkt. Het glijdt van hem af als water van een eend. Een van de fascinerende aspecten aan hem is, al die mensen die met hem hebben gewerkt, langzamerhand. Ik ben er nog nooit in tegengekomen, die heeft gezegd, ik ben belazerd, Rutte. He, dat hoort niet bij zijn instrumentarium. He, je hebt andere politici die er altijd iets listigs over zich hadden. He, die bekend stonden om hun trucs, om hun achterrommetjes. En die klacht hoor je over Rutte niet. Dus degene die echt down the drain zijn gegaan omdat ze met hem hebben gewerkt... Diederik Samson is natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar er zijn er vele. Ze zullen allemaal niet klagen over de betrouwbaarheid van Rutte. Ja, er kwamen nogal wel tweets binnen met de vraag of de heren hun kostuum en das op elkaar hadden afgestemd. Kunt u dat bevestigen? Er is alleen contact geweest over de das. Omdat inderdaad in de campagne vaak bleek dat we dezelfde das om hadden. Dit is een heel bijzondere verhouding tussen die twee. Die ook echt wel verder ging dan gewoon politiek-functionele vriendschap. En er gingen ook geruchten dat u gesignaleerd was in een bekende herenmodezaak te Den Haag. Met de opdracht aan het personeel, ik wil zo'n pak als Rutte. Ja, alleen al valt op hoezeer dus Samson ouder is geworden en Rutte amper, hè? Het was ook een redelijk effectief kabinet in een groot aantal opzichten. Buitengewoon effectief, ja. Ze hebben hun programma gewoon kunnen uitvoeren. Dat waren twee vrienden geworden. Ja. Uiteindelijk is de Partij van de Arbeid er onderdoor gegaan. Ja. 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 Maar ook totaal onderdoor. Ja. Maar het heeft natuurlijk Samson de kop gekost, let's face it. Je kunt een hele lijst maken van mensen die met hem zoiets gewaagd hebben gedaan en vervolgens ten onder zijn gegaan. De moraal van dit verhaal is ook dat een speeddate met Mark Rutte enig gevaar kan bevatten? Nou ja, kijk, weet je, politiek
Alle politici op het Binnenhof weten intussen, want we kennen allemaal het rijtje, een deal sluiten met Rutte. In zee gaan met hem is meestal gevaarlijker voor jou dan voor Rutte. De vraag is deze week actueler dan ooit. Lukt het Mark Rutte om in de totale politieke versplintering van vandaag rond zijn kabinet gelegenheidscoalities te blijven smeden? Overeind te blijven? Ik denk ook wel eens dat hij misschien denkt van ja, heden u, morgen hè? Hij zelf. Dus dat is wat politiek doet. Er komt een dag dat de man met de hamer achter je staat. Een Haags kind. Zo bewegelijk als hij politiek is, zo vast is het stramien van zijn leven daarnaast. Dit is uw vaste... Dit is mijn vaste plekje. Ja? Ja. Het vaste koffietentje. Ja, dat is ook een van de onderdelen van zijn imago. Niet bewust, maar dat past wel heel erg bij hem. Dat hij altijd dezelfde dingen doet. Hetzelfde tentje koffie drinken, dezelfde route naar het werk lopen. Op dezelfde plek haalt hij altijd weer zo'n meeneem koffie en dan loopt hij door. Je kunt dus niet zeggen, mijn baan, ik ga zo naar een Europese top toe. Nee. En als je ook dit soort schoenen en zo... Ik geloof niet dat het... Oh, lekker sportief. Ja, die kan je beter niet aan. Hij gaat geloof ik ook al vele jaren naar dezelfde kapper. Ja, hij hecht denk ik aan een zekere mate van voorspelbaarheid. Bij ons thuis gaat hij altijd op dezelfde stoel zitten als waar we in 2006 die campagnebesprekingen hadden. En hij zei, de televisie hangt gelukkig nog op dezelfde plaats en noem maar op. Het is een ongelofelijke man van gewoonten. Hij eet in dezelfde tentjes hier om ons heen. Ja. Hij gaat elk jaar op wintersport, hij gaat elk jaar naar New York met dezelfde vriend. Het vaste vakantiehuisje in Putten. Hij is om te beginnen iemand van tradities die altijd terug wil. Altijd de dingen wil doen die hij altijd al deed. Dus daar zoekt hij misschien zekerheid in. Hij doet in een rooster met de rest van de familie doet hij op zaterdag boodschappen voor zijn moeder. Met een stencil of een kopie. En daar staat dan de hele lijst in. En dan streept zij aan wat ze die week moet hebben. En dan gaat hij naar de Albert Heijn. En daar doet hij die boodschappen. En die familie zegt, als hij een keer niet kan, van ja, dat moet jij weten dat je minister-president wil spelen. Maar die boodschappen moeten wel gedaan worden. Hij geeft ook elke donderdagochtend les op een school in de Schilderswijk. Ja, het Johan de Witt College. Hij verzaakt nooit. Dus wat er ook is, of er Europese toppen zijn of vergaderingen tot diep in de nacht of crisis. Hij is toch altijd, als het enigszins kan, is hij daar. Die donderdagochtend, eerste lesuur. En dan geeft hij maatschappijleer. Nou, hoe kan dat nou? Die man die heeft een agenda waar je helemaal koud van wordt. Ik bedoel, hij moet naar Brussel met enige regelmaat. Ja. Misschien ook wel op de donderdag. En dan? Ja, daar plant hij dan omheen. Dan laat hij zich eerst daar naartoe rijden. En dan gaat hij toch eerst even naar die kinderen. Ik denk dat dat dus is terug te voeren op dat plichtsbesef uit de jeugd. Hij heeft eens een keer algemene beschouwingen gedaan met een kaakontsteking, met 40 graden koorts en pillen erin en niemand die het merkte. Hij liep, laatst was er een probleempje met zijn arm, waardoor we erachter kwamen. Daar kwamen we achter omdat Theresa May bij hem informeerde. Niemand wist dat. Die arm was gewoon gebroken. De man heeft een paar weken met een gebroken arm rondgelopen. Zonder iemand wat te zeggen en gewoon wel op zijn fietsje en dan een beetje zo. Ja, een etentje bij andere mensen van de zorgverzekeringswet. Wij moeten, vind ik, niet alleen naar zijn leven. Dat hebben ze op mijn krant een keer gedaan. Rutte, foto van Rutte 2010 naar nu. De uiterlijke verschillen zijn spectaculair klein. Je schrikt ervan. Eigenlijk. Maar uiteindelijk, ik moet even, waar was die tweede voorbeeld? Carolien! Serieus? Een vermoeiende campagne, spanningen in het land en een verdeeld Den Haag. Hoe lang houdt een mens dit vol? Op een gegeven moment, bij al die mensen, op een gegeven moment is het top. En de tragiek is altijd, ze zien het zelf nooit aankomen. Het eindigt bijna altijd in tranen. Dat weet hij als geen ander. Dat weet hij heel goed, want van hoeveel ministers heeft hij afscheid moeten nemen. Ja, ik zou er melancholiek van worden. Een paar jaar geleden hield hij precies bij wanneer hij welke premier zou inhalen. Dat kon hij op de dag vertellen. Goed, ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat hij de volgende lijsttrekker van de VVD is. En ik sluit niet uit die daarna ook. Hij wil die geschiedenisboekjes in.